Hallo, ik ben Tom Lassing, kleinbest.nl. Ik zit hier vandaag met Freek van S en Meinert Leutsche van de adviesraad, sociale adviesraad Best. En adviesraad sociaal domein moet ik zelf zeggen, sorry. En wat is dat? Ik had er nog nooit van gehoord tot kort geleden. En ik denk dat heel veel mensen in Best er ook nog nooit van hebben gehoord. Ik zit hier met deze twee deskundigen en die gaan dat stellen. Maar voor we dat gaan doen, gaan ze zich eerst voorstellen. Freek. Ik ben Freek van der Est. Ik woon 40 jaar in Best. Dus ik kom er niet vandaan, maar al wel heel bekend hier in Best, wat er speelt. Ik ben 4,5 jaar geleden gestart met de adviesraad die toen begon. En ik heb allerlei clubs, heb ik vrijwilligerswerk gedaan en mijn werk is 20 jaar bij de GGD geweest, waar ik me bezig heb gehouden met projecten op het sociaal domein in de hele regio, met eenzaamheid, armoede, maar allemaal gericht op de gezondheid. En Meinert? Ik woon sinds 96 in Best. Dus al 26 jaar, dat gaat al snel, hè. Dus iets minder dan de helft van mijn leeftijd. Heb in Best een aantal dingen gedaan. Een van de belangrijkste dingen is daarvan geweest het voorzitterschap van Best Vooruit. Ik heb nu een adviesbureau, heb een jaar of 16 bij Philips gewerkt. Daarna bij een internationale olieclub, met name in human resources of personeelzaken heette dat vroeger gewoon. Zo noem ik het ook nog maar. En ben een jaar geleden in de adviesraad gekomen. En zal per 1 mei het voorzitterschap stokje overnemen van Freke. Nou is het de adviesraad sociaal domein Best. En jullie hebben dat netjes afgekort met ASDB. Dat gaat niemand onthouden, dat weet ik al zeker. Dus ik zou niet aanraden die afkorting heel veel te gebruiken. Maar Freke, wat is die adviesraad sociaal domein? Hoe zou je dat willen uitleggen? Nou, het is een officieel orgaan. Het is wettelijk verplicht dat gemeenten een adviesraad hebben. Maar het is onafhankelijk van de gemeente. Het is wel ingesteld, maar wel onafhankelijk. En dat proberen we. Dus dat is ook wel een beetje, je bent aan het zoeken hoe je dat goed moet doen. Maar de gemeente is verplicht om ons op onderwerpen die in het sociaal domein spelen, advies te vragen waar zij beleid op gaan maken. En die zijn gekoppeld aan 3 wetten van oorsprong. Dat is de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dus daar moeten we wel wat op zeggen. Gevraagd advies, de gemeente kan ons vragen advies, maar we kunnen ook ongevraagd advies. En we gaan eigenlijk steeds meer die kant op dat we zeggen van we willen aan de voorkant meepraten. En niet als alles al op papier staat uitgeschreven, dan nog iets zeggen over de puntjes en de komma's. Dus we zijn echt aan het verschuiven. En dan is dat sociaal domein, maar wat voor onderwerpen komen daar dan? Heb je voorbeelden? Kan jij ook denk ik aanvullen? Heel herkenbare voorbeelden zijn er wel genoemd, waar we ook advies op hebben gegeven. Denk aan het boodschappenvrouwtje, zo staat het bekend in Nederland. Een mevrouw die in de bijstand zat en elke week van haar moeder een tas met boodschappen kreeg. En uiteindelijk heeft ze dat verteld aan de meneer die over haar uitkering ging. En die zei, dat ga ik dus op jouw uitkering korten. €50 per week gaat er vanaf. En daar is heel veel stennis over ontstaan en terecht denk ik. En uiteindelijk is er uitgekomen dat de gemeenten in Nederland mogen een bepaald bedrag vrijstellen. Dus in Amsterdam is het 1200, in Best was het eerst wat minder. En toen hebben wij het advies gegeven van wees daar nou niet te karig in. Er komen nog een paar andere dingen aan. Denk aan de energie. Prijsstijgingen waar wij op dit moment een thema van maken. Energiearmoede vrezen wij dat het toch wel aan gaat komen, helaas. Ja. En nou is energie dus een hoofdthema voor dit jaar. Zijn er meerdere hoofdthema's waar jullie het aankomende jaar mee bezig gaan? Energie is daar wel een hele grote. Maar denk ook bijvoorbeeld aan eenzaamheid bij de ouderen. Dat is een heel, heel verborgen probleem, omdat die mensen zich meestal niet melden. Het is ook moeilijk zoeken. Als mensen zich niet melden, hoe weet je dan of iemand eenzaam is of niet? Maar dat zijn wel thema's waarmee wij onze achterban, die moeten we creëren, daar zijn we druk mee bezig. Om die te bevragen met wat hun ervaringen zijn. Okay, daar gaan we zo mee verder. Maar ik wil eerst eens weten, Freke, jij bent nu voorzitter geweest de afgelopen 4 jaar. Wat is de invloed die een voorzitter heeft op die adviesraad?
Je bent natuurlijk, je staat voor een team. Dus waar mijn eerste, het was nieuw. Zorgen dat er een team van wordt, dat je verkondigt naar buiten toe waar je mee bezig bent. En omdat het nieuw was, is de eerste stap eigenlijk geweest met die gemeente. Goed met die gemeente, toch dat ze ons horen. Want ja, je kan van alles roepen, maar als er niks mee gebeurt, is dat ook niet. Dus dat was de eerste stap. Dus daar aan werken, dat onze adviezen, dat ze daar wat mee gedaan wordt. Dat ze ze oppakken. En die rol met de gemeente, is dat bevallen de laatste 4 jaar? Ja, ik denk dat we steeds meer gehoord zijn. We hebben een aantal ongevraagde adviezen gegeven en ook toegelicht in de raad. Daardoor word je ook zichtbaar. Ze nemen punten over. We krijgen in de meeste gevallen netjes een antwoord waarom het gebeurt, maar soms is het nog niet. Dus dat kan nog beter. Maar in ieder geval, ik denk dat we in de jaren zichtbaar geworden zijn. Okay. Nou, je hoeft niet zo bescheiden te zijn, Freek. Je hebt het in de afgelopen 4 jaar samen met natuurlijk de anderen. Ja, uiteraard. Van dat is de als vicevoorzitter, maar ook de andere leden van de raad. Heeft ze echt de adviesraad op de kaart gezet, ja. En best. Ik ben onlangs bij een regionale meeting geweest van andere adviesraden bij andere dorpen en steden. Ja, daar ben ik wel van geschrokken. Daar zijn nog steeds vechtstatussen om hun positie te bewerkstelligen. En worden ze niet echt serieus genomen. En daar worden wij als adviesraad best wel wel degelijk. Dat is heel mooi. En we worden ook steeds meer aan de voorkant betrokken. Ja. Mm. Dus echt voordat de ambtenaren komen bij ons van, goh, daar die kant willen we op en daar willen we mee. Ja, dat is het bruggetje eigenlijk naar jullie achterban. Mm-hmm. En Meindert, ga ik jou daar eens toch vragen. Hoe gaan jullie die achterban aanspreken, verbreden en meer betrekken? Ja, nou, even vooraf, de gemeenten zijn in Nederland verplicht om aan participatie te werken. Dus die moeten ervoor zorgen dat burgers de mening kunnen geven en die zij integreren in hun beleid, maar ook bij de uitvoering van het beleid. Het is niet zo dat de adviesraad dat moet doen en de gemeente verder niks. Hè? Of de gemeenteraad, die moet ook hun eigen achterban natuurlijk steeds consulteren. Wij proberen als adviesraad wel een schil te maken. We zijn nu bezig met het vormen van een klankbordgroep, waarbij wij als 11 leden van de adviesraad elk 2 of 3 mensen in onze eigen achterban hebben, zodat je uiteindelijk een man of 50 hebt die je kunt bevragen bij een bepaald onderwerp. Ja. En je zorgt ervoor dat die mensen wel allemaal een bepaalde expertise in het veld hebben van sociaal domein. Maar veel belangrijker is dat ze zelf in bijvoorbeeld een sportvereniging zitten of in een oudere vereniging. Zodat ze heel snel de mening van hun achterban aan ons kunnen geven die wij dan weer in die adviezen inbouwen. Ja. En als een kijker nu denkt van ja, die adviesraad, dat is nou typisch iets voor mij. Is daar nog ruimte om in die achterban te komen van jullie? In die achterban zeker. De klankbordgroep hebben we nu 20 enthousiastelingen, maar die kunnen er altijd bij. Dus als mensen zich geroepen voelen, dan moeten ze absoluut even met Freek of mij bellen. Dat kan ook via de site van de ASDB, die is vrij makkelijk te vinden. En wat is die website van het sociaal domein? Die is www.asdb.nl. Akkoord. De adviesraad bestaat uit 11 mensen. En de wisseling in die adviezen. Ja, en de voorzitter is een soort van primus inter pares. En we doen het met 11 mensen, dus het is niet zo dat die voorzitter het belangrijkste is. Nee, met echt een team. Nou, die 11 mensen die komen al met een behoorlijke achterban in Best. Daar varieert nog wel eens de samenstelling, omdat mensen andere banen krijgen of het te druk krijgen. Of een aftreden. Ja. In principe zit je er 4 jaar en dan is je termijn verstreken. Ja. Kan nog 1 keer verlengd worden en dan ben je aftredend. Ja. Wij zijn eigenlijk, wat Freke net terecht zegt, een onafhankelijk adviesorgaan. En wij geven het advies en dan kan het college iets mee doen. Dus het college kan ook zeggen, nou, daar doen we niks mee. Ja. Dat zou wel weer raar zijn als het heel steeds opnieuw gebeurt. Mm-hmm. Want dan krijg je toch wel de nutteloosheid van de adviezen aan het heen. Maar ze moeten wel onderbouwen als ze iets niet met goede adviezen doen. De adviezen zijn op een bepaalde manier opgebouwd en daar moeten ze ook antwoord op geven. Ja, want ik heb begrepen dat zo'n advies wat jullie dan moeten geven niet echt vrijblijvend is. Ook jullie hebben heel wat in te vullen op het moment dat je zo'n advies
geest. Kan je daar iets over zeggen? Ja, er is altijd een sluitingsdatum. We hebben een formulier ontwikkeld, doordat het ook bij de gemeente makkelijk past met waar ze mee bezig zijn, waar een aantal punten genoemd worden. En we hebben zelf ook een aantal punten waarop we beleid toetsen. Ik kan het wel even wat noemen. Als het advies geven, gaan we argumenten waarom we iets wel of niet goedkeuren. We benoemen de risico's en we benoemen aandachtspunten. Dat zijn de drie hoofdpunten, zeg maar, waar de gemeente mee aan de gang kan. En we hebben zelf een aantal onderwerpen waar we op ingaan. Even kijken, dat heb ik ook meegenomen. Communicatie is voor ons heel belangrijk. Hoe wordt de communicatie met de inwoners vormgegeven? Hoe worden de dwarsverbanden met andere terreinen? Onderwerpen zijn vaak heel smal, maar voor inwoners zijn ze niet zo smal. De consequenties van het beleid voor inwoners. Dus als de gemeente iets insteekt, wat betekent dat voor de inwoners? Dat zijn de belangrijkste onderwerpen die we benoemen. Ja, dat is best een belangrijk werk. En zeker niet vrijblijvend, ook niet voor jullie. Dat is ook wel van belang. Het is een serieus verhaal. Dat is mij heel erg duidelijk geworden. Ik ben blij dat hij al goed staat en dat jij een goedlopend adviesraad overneemt. Ik wens je heel veel succes. Freek, jij bedankt voor de afgelopen 4 jaar. En wat mij betreft, dank jullie wel voor dit gesprek. En tot binnenkort. Want, Ik zit ook in de klankbonksgroep tegenwoordig. Dus blijf ons achter de broek zitten. Ja. Zo ben ik. Ja. Dankjewel. Dankjewel.